Dit hierachter is de sporthal van Zaventem. Hier worden alle mensen opgevangen die niet verder konden reizen door de bomaanslagen. In de gesprekken die we hadden eerder op de dag blijkt dat mensen die hier zijn vooral erg opgelucht zijn. Dat zij het wel hebben overleefd. Nou, de mensen die hier nog aanwezig zijn op dit moment, die worden verzorgd. Onder andere door lokale ondernemers die ze eten en drinken aanbieden. En we hadden een gesprek met één van die mensen. Alles voor de mensen te helpen. Van in mijn restaurant heb ik naar hier gebracht wat ik kon. Voor de mensen te helpen die hier zijn. Voor de rest van de dag en nacht waarschijnlijk. Ja, u bent binnen geweest. Hoe is de sfeer daar? Alles is goed onder controle, denk ik. Het is rustig, de sfeer is rustig. Er zijn veel mensen van de gemeente ter plaatse. Al het personeel en de staf van de gemeente, schepen, burgemeester, ze hebben alles goed onder controle. Alles wordt goed gecoördineerd, denk ik. Momenteel is het rustig. Heeft u een beeld van hoeveel mensen tot dan nu nog binnen zitten? Goh, ik denk momenteel 250, 300 misschien. Heeft u ook zelf mensen gesproken die iets schokkends hebben gezien? Ja, ik heb ex-collega's op de luchthaven waar ik 15 jaar mee gewerkt heb, die toch wel in schok zijn, die op de vertrekniveau waren, op check-in. En die toch wel heel hard geschrokken zijn door al wat er gebeurd is. Ja, wat vertellen die zoal? Ja, dat het is niet te vatten. Het is heel... Ja, ik kan dat niet geloven. Het is, we zijn verbaasd, geschokt, ja. Nu heeft er zelf gewerkt. Doet u ook wel wat, neem ik aan? Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik heb er 15 jaar op check-in gezeten en het is angstaanjagend. En ergens ook opgelucht dat je er niet meer werkt, maar toch heel begaan met de collega's en alle mensen die daar werken.